En het telecommunicatiebedrijf Suriname, Telesuur, heeft een heel productief jaar achter de rug, zegt waarnemend directeur Mike Antonius. Elke uitdaging die is aangegaan is ook overwonnen, zegt hij. Er is onder meer gestart met het Telesuur Nationaal Breedbandproject in juni 2017. Het bedrijf is ervan bewust dat bandbreedtes van 2MB niet meer toereikend zijn. Het reeds bestaande kopernetwerk kan de hogere snelheden echter niet aan. Daarom moet het staatsbedrijf deze vervangen, zegt Antonius. Als we kijken naar hoe onze infrastructuur op dit moment is, het is vrij verouderd, onze vaste net. En als we kijken naar de behoeften van de huishoudens en het bedrijfsleven, dan zien we daar een grote mismatch. De vraag naar meer capaciteit, meer bandbreedte, hogere snelheden om gebruik te maken van zeg maar, de toepassingen op het internet, dan is die gap te groot. Het is dus om die reden heel belangrijk geweest voor ons om daarmee van start te gaan. Willen we in de huidige en in de toekomstige behoeften van onze klanten voorzien. Maar wat is de status van het project op dit moment? Nou, we zijn op de officiële start hebben we gehad op 9 mei. We hebben de kick-off gehad in Klevia. En daar zijn we alvast begonnen om de snelheden van de, met name de internetverbindingen te verhogen naar minimaal 10 MB en in sommige gevallen naar 20 MB. We hebben daarbij al zeker in 14 centrales van ons hebben we de verruiming reeds verricht. Ik noem daarbij enkele, waaronder het opleidingscentrum, ook in Paramaribo Noord, waar we een centrale hebben. De omgeving Maritrette Mall, Leonsberg. Maar tegelijkertijd, waar gebieden reeds ready waren om de overname snel te doen, zijn we ook van start gegaan, waaronder in Albina. Maar ook in Ikeri, bij Sanderij, waar onze airport natuurlijk is, onze internationale airport. Maar ook Doekie Project, Klevia en enkele andere. Antonio zegt dat de uitdaging van 2018 is om ook in andere gebieden de internetsnelheden te verhogen. In december 2018 zal het breedbandproject afgerond zijn. Hij geeft verder aan dat ook gewerkt wordt aan de verdere ontsluiting van het binnenland. Vanuitgaand dat iedere burger ook recht heeft op communicatie en ook op ontwikkeling. En daarbij hebben wij een aantal dorpen aangesloten. Er zijn in principe nog maar 6 dorpen die connected moeten worden. Het is een gigantische operatie. Maar op zich, als je alleen maar denkt dat wij dus nu tot naar de zuidgrens gaan, helemaal naar Alalapadu, om in ieder geval te zorgen dat mensen daar communicatiemogelijkheden hebben en ontvangst van digitale tv. Oké, en daar maakt men dus dankbaar gebruik van? Daar maakt men dankbaar gebruik van. Waarnemend directeur Mike Antonius van Telesuur. Het telecommunicatiebedrijf Suriname heeft een heel productief jaar achter de rug.